Veel ophef om deze tweet van de fractievoorzitter van de SP in Hoogeveen, Bianca Beer. Zoek de verschillen, zegt ze, bij foto's van Hitler, Donald Trump en Geert Wilders. Er kwamen woedende reacties op binnen en ook in Hoogeveen vinden ze dit niet kunnen. Om zoiets te vergelijken met Hitler en zo, dat is toch lijkt nergens op. Dat kun je niet maken, dat vind ik ook. Ja, dus die vergelijking klopt ook niet. De vergelijking gaat natuurlijk mank. He, want ik bedoel, Hitler dat was echt iemand die oorlog voerde en dergelijke. En dat is Wilders dus niet. Die stookt alleen de boel maar wat op. En hij maakt een vergelijk die niet te vergelijken is. Hitler die op een zeker moment met de Jodenvervolging vullen dan maar met een. Dit slaat ergens op. Dus ze heeft ook wel eens goede ideeën. Maar ik kan niet begrijpen dat zij zich daar achter zet. Achterstel, laat ik zo zeggen. Dat begrijp ik niet. De bewuste tweet is inmiddels verwijderd. Niet omdat Beer er spijt van heeft, maar omdat ze denkt dat Wilders er juist garen bij spint.